Welkom bij Dagelijks Auto. Mijn naam is Maarten van der Westen en deze keer hebben we voor u een Kia Picanto. Maar dit is niet zomaar een Kia Picanto. Dit is de Kia Picanto GT-Line, oftewel de sportuitvoering. Direct te herkennen aan allerlei rode accentjes. De koplampen zijn overigens ook niet uniek voor de GT-Line, want je kan ze ook op de X-Line krijgen. Maar wel anders dan de standaard koplampen. En ook de velgen zijn specifiek voor de GT-Line. En aan de achterkant ook een rood streepje. Boven een soort diffuser-achtige achterbumper met leuke uitlaatjes. Om toch net even aan te geven dat dit niet een gewone Kia Picanto is, maar zoals het hier staat, de GT-Line. Als we dan meteen met de achterkant beginnen, met de kofferbak. Het is natuurlijk een compacte auto, dus de kofferbak is niet heel erg groot. De tilrand, daar zit een plank in, waardoor hij niet heel erg diep is. Dat is handig voor als je de boodschappen in wil zetten, die zet je er zo in. Onder deze plank, die je er zo uithaalt, zit nog een vak verborgen. Dus of je hebt een vrij diepe kofferbak, of je hebt nog een extra opbergvakje. De hoedenplank kan er uiteraard uit. De achterbank kun je in twee delen platleggen. Dus dan heb je toch een flinke bagageruimte als je dat zou willen. En als we dan achterin kijken, het portier gaat lekker ver open, instappen is geen enkel probleem. En als je dan gaat zitten, voor zo'n compacte auto valt het helemaal niet tegen. Hoofdruimte is meer dan voldoende, ik kan lekker rechtop zitten. Beenruimte, het blijft een compacte auto, dus het houdt niet over. Maar zeker als de stoel niet te ver naar achteren staat, kan ik hier prima zitten. En dat valt toch zeker niet tegen voor een auto van dit formaat. Maar laten we eens gaan rijden. Er is een auto tenslotte voor. Deze Kia Picanto GT-Line is uitgerust met dezelfde 3 cilinder 1 liter benzinemotor als alle andere Kia Picanto's van deze generatie. Alleen waar de normale Kia Picanto het moet doen met deze motor met 67 pk, hebben ze voor deze GT-Line een turbo op de motor geschroefd en dan heb je zomaar 100 pk. En in een compact autootje als deze, die net iets meer dan 1000 kilo weegt, is 100 pk ruim voldoende. De Kia Picanto GT-Line rijdt dan ook best wel sportief, zeker als je wat hoger in de toeren gaat rijden, zodat die turbo lekker op gang komt. En dan kun je er lekker mee optrekken, dan rijdt hij toch wel heel erg lekker. Hij stuurt ook heel erg licht, dus je krijgt, iedereen heeft een hekel aan rotondes, maar niet in de Kia Picanto. Lekker auto door de rotonde heen gooien en lekker sportief rijden. Daar is deze auto toch voor gemaakt. Je hebt de beschikking over 5 versnellingen. Het schakelt heel erg licht. Dus dat is ook wel prettig. En wat Kia heel goed heeft gedaan, is als hij op de snelweg rijdt, rij je aan 100, 120 km per uur. Heel veel auto's met 5 versnellingen rijden dan heel hoog in de toeren. Als je op die snelheden rijdt. En dan, dat rijdt niet prettig. Maakt te veel lawaai.
De Kia Picanto heeft daar geen last van. In de vijfde versnelling, als je 100, 120 km per uur rijdt, zit hij net boven de 2000 toeren. En dan rijdt hij eigenlijk opvallend rustig. En dat maakt deze Kia Picanto GT-Line eigenlijk een alles kunnen. Voor in de stad is het een stoplichtsprintertje. Lekker sportief, lekker snel optrekken. Lekker net iets sneller dan de rest zijn. Lekker sportief geluidje erbij ook. En als je dan op de snelweg gaat rijden, dan is hij lekker rustig. Dan is hij heel comfortabel. Stoelverwarmingje aan, stuurverwarmingje aan. En dan is hij heel erg geschikt voor lange ritten. En dat is best wel knap. Deze Kia Picanto GT-Line is dan wel de sportuitvoering, maar dat betekent niet dat het een uitgeklede versie is. Hij is zelfs verrassend compleet en heel comfortabel. Deze fijne leren stoelen met mooie rode accenten zijn verwarmbaar, net zoals het stuur. Ik heb de beschikking over een mooie touchscreen met navigatie, achteruitrijcamera, cruise control zit erop. Een rijbaanassistent die je eventueel nog kan bijsturen. Dus alles zit erop en eraan. Ik heb zelfs, hoe Kia het heeft gedaan voor die 1050 kilo, een schuifkanteldak. Nou, dat is toch ongekend. Namens Dagelijks Auto bedank ik u voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken en u te abonneren op onze video's. En dan zien we u graag de volgende keer weer terug. Dan ga ik nog even lekker sturen.